ongeduldig, ook op een positieve manier. Duidelijk wat hij wil, waar hij naartoe wil. Dus visionair en duidelijk daarin, hè, waar hij echt heen wil. Pesten, humor. Hij doet wel alles ook wel vanuit humor. Nee, hij is absoluut gedreven, heel snel. Dus als je zeker in grotere teams samenwerkt, nou ja, om mensen allemaal op tijd mee te krijgen, dat is best wel een uitdaging. En dat is denk ik ook waar met name ik met Daan af en toe best wel stevige momenten heb. Om te zorgen dat, ja, waar ik werk met een bedrijf wat echt, echt uit de oude, u vraagt, wij draaien bouwsector komt en echt innovatief te werk moet gaan. En wij echt een lerende organisatie zijn. En Daan eigenlijk zoiets heeft van, kom op, we moeten gaan, we hebben geen tijd om te leren, we moeten vooruit. Hij zegt dat ook altijd heel mooi bij Heijmans. Ik ben niet verantwoordelijk voor de 6000 medewerkers van het Heijmans van nu. Ik ben verantwoordelijk voor de 10 medewerkers voor het Heijmans van de toekomst. Dus hij is ook heel erg bewust dat hij zijn sterkte zit op die toekomstvisie, op het vernieuwen. Nou, een heel duidelijk voorbeeld was de stoomwals hier in de gang, waar die met onze CEO toch echt zei van, goh, kunnen we dat ding toch niet gewoon buiten zetten en Smart Highway daar neerzetten. En dat doet hij met een hele charmante lach natuurlijk. Ja, maar het is toch gewoon een stukje van het voortgaan naar het nieuwe en het oude achter je laten. Ja, waar Heijmans toch een bedrijf is wat meer vanuit het vakmanschap, hetgeen wat we hebben bereikt, vooruit wil. Dat is toch een andere manier van kijken. En, ja, waar dat precies vandaan komt,